Yo, kijk, Sjerk Snel, mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met een nieuwe Juventus Carrière Mode aflevering. In deze aflevering gaan we weer lekker veel wedstrijden simuleren. De transferperiode gaan we afsluiten en dan gaan we spelen tegen Hoffenheim. En dan gaan we de rest van deze maand gewoon simuleren, denk ik. En dan de volgende aflevering spelen we maart. Die aflevering erop spelen we april. En dan de laatste aflevering spelen we in mei. En heel misschien in juni als we de Champions League finale spelen. Dus, maar die komt dan ook gewoon in die aflevering van mei, als je snapt wat ik bedoel. Ik heb een speler op mijn verlanglijst staan. Eentje als het goed is, een wisselspits. Want we hebben niet echt een wisselspits. We kunnen Mané spits zetten. We kunnen desnoods Bale spits zetten. Costa. Maar ik wil dus een echte wisselspits hebben. En daarmee heb ik dus een leuke wisselspits op mijn verlanglijst. Jullie zouden het denk ik niet verwachten. Maar ja, ik vind het echt een perfecte wisselspits. Josef Martinez. Headbeest. We betalen zijn afkoopclausule. Want ja... Zoals jullie weten, dat boeit me helemaal niks hoe duur het ook kost. Dit is toch de laatste transperiode van heel deze carrière mode. Dus geld hoeven we niet te gaan besparen. Want FIFA 20 komt er bijna aan. Daar ben ik hype voor, jongens. Ik hoop jullie ook. We geven hem een rotatierol. Moet hij mee accepteren. Dat doet hij ook. Dat is mooi. Contractduur 5 jaar. Accepteren. Afgelopen zullen negeren. En dus de salaris ben ik gewoon tevreden mee. Prima. Welkom in het team, Josef Martinez. De volgende aankoop van deze carrière mode is dus Josef Martinez. Weer een hele goede aankoop, een goede wisselspits. Die dus 82 rating is, staat... Ja, Juventus staat er prima, jongens, eerlijk. Goede aankoop, al zeg ik het zelf. Ik ga ook een wisselteam maken. Want nu moeten we natuurlijk spelers sparen voor de Champions League. Dus maak ik even een B-team. Noemen we gewoon ook een B van het B-team. Dat ik onthoud dat dat het wisselteam is. Dat onthoud ik sowieso. Maar gewoon, je moet een naam geven. Dus Costa gaat hier. Ik had ook een vraag. Sterling en Bale. De reacties waren heel verschillend. Dus ik ga ze allebei evenveel spelen. Dus Bale start in het wisselteam. Maar ze gaan allebei evenveel spelen. Want ja, ik kom er anders echt niet aan uit. Dus vandaar Pellegrini. En dan Rabiot en Ramsey. Op deze plekken. Linksachter Tagliafico. Chesney als keeper. Bonucci en Demiral. En rechtsachter Cancelo. En dan is dit het wisselteam. Ook natuurlijk echt super goed. Voordat ik vergeet te zeggen, druk alvast die like button. Want de laatste tijd glitsen de likes weer. Abonneer ook zeker als je nieuw bent. En laat gewoon weer een leuke reactie achter voor deze aflevering. Want bij de Formule 1 video, die heeft dus best wel weer weergave en best veel reacties. Maar... die heeft echt maar iets van 50 likes op dit moment dat ik het opneem. Dat is echt heel weinig. Dus ik hoop dat jullie allemaal kunnen liken, leuk abonneren. En we gaan met het wisselteam simuleren in de beker tegen Torino. En hopelijk kan dit gewoon een overwinning worden. 2-0 overwinning Pellegrini en Ramsey met de doelpunten. En dat is prima. Ons wisselteam is ook gewoon uitstekend. Maar niet goed genoeg om de Champions League te winnen uiteraard. Maar ik ben dus wel blij dat we Martinez hebben gehaald. Dat is een hele goede speler die dus heel goed van pas gaat komen in deze carrière mode. We staan nu met tweede. Achter Torino, de nummer 1 Torino, waar we net dus van hebben gewonnen in de beker. Maar die doen het dus heel erg goed, Torino. En we moeten gewoon punten gaan pakken. We moeten punten gaan pakken tegen Chievo, Verona, thuiswedstrijd. Moet eigenlijk gewoon een 5-0 worden met het team. We winnen 3-1. Locadia scoorde bij hun. Oké, 3-1. Maakt niet uit. Het is een overwinning. Een overwinning is een overwinning. Dus dat, daar ben ik tevreden mee. We gaan weer wat trainen. Pellegrini is bijna 84. Dus dat is helemaal prima. Demiral zo snel mogelijk, ook zo hoog mogelijk krijgen natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel leuk. We staan nu nog maar 1 punt achter Torino in de Serie A. Dus dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Nog 1 puntje. En we staan gelijk met Torino. Als Torino verliest in dat geval. Maar we moeten uit tegen Lazio. Die staan 4 punten achter ons. Een risico dat ik hem simuleer. Ik ga ook meteen skippen. En we spelen 1-1 gelijk. Wel een puntje gepakt. Maar ja, je moet gewoon met zo'n team moet gewoon 3 punten kunnen pakken. Dat is niet het geval. Het kwartfinale van de Coppa Nationale komt eraan. En die gaan we ook gewoon simuleren met het wisselteam. Want die gaat nu de beker simuleren. En de wedstrijd voor dat we in de Champions League moeten spelen. Dus ik ga even een seizoen erbij pakken. Kalender. We hebben nu dus Fiorentina. We hebben naar Parma. Kun je basisteam. Wisselteam tegen Sassuolo. En basisteam tegen Hoffenheim. Dus dat is helemaal uitstekend. Prima. Misschien ga ik Hoffenheim. Nee, ik ga Hoffenheim wel spelen. Dat is wel leuker als ik die natuurlijk ga spelen. Want als ik die simuleer is er ook de lol er een beetje vanaf. Oké, ik heb dus het wisselteam klaargezet voor deze simulatiewedstrijd in de Coppa Nationale tegen Fiorentina. En hopelijk kunnen we winnen, want ons wisselteam is eigenlijk ook gewoon echt... Die aanval is niet normaal. Maar we verliezen. 1-2. Dat had ik niet verwacht. Dit doet me best wel pijn. Geen idee hoezo, maar dat had ik niet verwacht.
Ja, deze gaan we gewoon via kalender skippen. Ik ga niemand meer verkopen, niemand meer kopen. Hé, hoe kunnen we nou verliezen van Fiorentina thuis met zo'n team? Het zal wel, kijk, gelukkig is het maar de beker. Maar dan nog, Kante is geblesseerd geraakt, terwijl hij niet eens heeft gespeeld. Maar ja, oké, dan moet hij tegen Parma zichzelf weer herstellen. Als hij terug is, is hij nog niet, denk ik. Is hij wel. Hopelijk raakt hij niet weer geblesseerd. Ik ga skippen en we winnen met 3-1. Ronaldo 2 keer, Thiago 1 keer en hun Inglezen. Ik merk dat we veel tegels krijgen. Met deze verdediging is dat wel apart, vind ik. We staan eerste met evenveel punten als Torino. Maar Torino heeft de wedstrijd minder gespeeld. Dus dat telt niet helemaal, vind ik. Want Torino moet nog een wedstrijd inhalen. Wat waarschijnlijk nu gaat gebeuren. Nee, nog niet. Nou, hoop wat. Kijken wat. Oké. We hebben dus evenveel wedstrijden als Inter en Torino. En wij staan bovenaan. Dit is goed. Dit is heel goed. We gaan met het wisselteam simuleren tegen Sassuolo uit. Hopelijk kunnen we deze wedstrijd gewoon winnen. Zo niet. Ja, kijk. De Serie A wil ik het liefst winnen. Maar dat maakt mij in principe ook weer niet uit. Want het gaat vooral om de Champions League. We spelen 1-1 gelijk. Met het wisselteam. Hopelijk heeft dat niet heel veel invloed op de dingen. Op de ranglijst. Want hopelijk spelen Inter en Torino ook gewoon gelijk. Of verliezen ze. De kans is natuurlijk klein dat ze ook gelijk spelen en verliezen. Maar ja, je weet natuurlijk nooit. De wedstrijd tegen Hoffenheim komt eraan. En dit wordt een spannende wedstrijd, jongens. Ik zie jullie zo bij de line-ups. Alright, de wedstrijd tegen Hoffenheim in de Champions League ronde 16 gaat beginnen. Het eerste echte... onze eerste echte test in de Champions League eigenlijk. Want de groepsfase was te makkelijk. En nu dus de wedstrijd in de ronde 16. Eén fout kan fataal worden. Dus we moeten goed gefocust zijn. Het is Hoffenheim. Het is misschien de makkelijkste tegenstand die je zou kunnen loten. Maar dat is dus juist het punt. Wij moeten niet gaan onderschatten. Speel naar het ultiem. Sliders aan voor Hoffenheim. Dus het gaat pittig worden, jongens. De wedstrijd. Ik ben benieuwd wat we kunnen uitrichten. Ik ben benieuwd of we kunnen winnen. Ik ben benieuwd of we... over twee wedstrijden. Ik ben benieuwd überhaupt hoe Hoffenheim gaat spelen in ieder geval. Ik zie jullie zo bij de opstellingen. Alright, de opstelling van Hoffenheim bedoel ik. Bouwman in het goal. Voor de rest verrassende namen. Brunet op de bank. Abate op de bank. Bittencourt op de bank, oké. Grilich, die ken ik niet. Maar voor de rest hebben ze een prima team met 5 verdedigers. Dus het gaat lastig worden om doorheen te breken. Maar onze opstelling kennen we. Let's go. Oké, we hebben een ingooi op een prima positie. Kijken of we hier iets kunnen uitrichten. Alexandro loopt goed mee. Thiago hier. Ik zie daar de ruimte bij N'Golo. Meteen doorgeven aan Calabria. Calabria kan uithalen, maar we leggen op Sterling. Die dus zijn debuut maakt onder mij. Zijn debuut in de Champions League met Juventus. Hetzelfde geldt voor Kante en misschien Joseph Martinez. Maar dan gaan we zien of die gaat invallen of die nodig gaat zijn. Hier is Calabria. Schiet jij maar eens, Calabria. Een prima schot naar Bouwman met de eerste redding van de wedstrijd. En de eerste kans is dus voor ons Juventus. En dat is mooi om te zien. We hebben nog een ingooi op een mooie positie. Hier is Paul Pogba. Goeie actie. Ik zie daar Kante weer. Weer Calabria die goed vrij staat. Rustig. Hier is Thiago. Actietje. En we raken de bal kwijt. Sterling. Sterling schiet maar met rechts. En een heerlijk doelpunt. En in de 16e minuut staat Dream Team FC. Oftewel Juventus met 0-1 voor. En Sterling... met zijn eerste doelpunt in de Champions League voor Juventus. En hij bewijst zich dus meteen. Hij krijgt deze les toch wel de voorkeur boven Bale. Want ik was benieuwd hoe Sterling zou gaan spelen. En hij scoort meteen een prima doelpunt. Prima curve. En we staan 1-0 voor. Hij draait goed weg. Een prima curve. Keeper kansloos. En we staan 0-1 voor. Dit is wat we willen zien. Let's go. Oké, het is de 54e minuut. We spelen niet heel erg goed meer. Het lukt gewoon even niet. Dus ik ga even wisselen. Martinez komt erin in plaats van Thiago. En dan doen we het zo... Ronaldo op de CRM. En Bale komt er maar in voor Sterling. Voor Sterling. Hopelijk kunnen we nu iets meer... Want Sterling heeft een goede wedstrijd gespeeld. Maar we moeten even iets anders proberen. Want we worden nu eigenlijk helemaal weggetikt door Hoffenheim. Naar rust. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké, hier is Sadio Mané. Hier is Gareth Bale. Op Ronaldo. Die wordt geblokt. En hij levert hem weer in. Hij heeft hem weer een nieuwe kansing. Martinez. Cristiano meegeven aan Mané. Terugleggen op Bale. Prima uitgespeeld. Het is geen buitenspel. We staan 0-2 voor. Prima. Gareth Bale scoort ook zijn doelpunt. Dat is toch mooi voor hem. Een hart naar het publiek. Prima, prima. Een hart naar ons. Ja, wat een doelpunt. Lekker uitgespeeld. Goed gevoetbald. En dit is wat ik wil zien. Goed voetbal in de Champions League. En zo zijn de wissels ook belangrijk met Bale. De prima doelpunt. En 0-2. Dit is lekker. Nog eentje prikken en we zijn al zo goed als zeker door. Dus
Oké, heerlijk voetbal. Hier is Mané weg. Hij is sneller. Oké, lage voorzet terugleggen op Ronaldo. Ronaldo met het doelpunt. En staat 0-3 voor en na 87 minuten. En het is klaar voor Hoffenheim. En wij zijn zo goed als zeker door naar de volgende ronde. We moeten natuurlijk nog een wedstrijd tegen Hoffenheim thuis. Ja, ik geloof niet dat we dat weg gaan geven. We gaan natuurlijk wel gewoon spelen. Want de Champions League wedstrijd ga ik spelen, heb ik beloofd. En prima doelpunt van Cristiano Ronaldo. Schiet hem heerlijk in de haak. En weer lekker gespeeld. En ik ga nog eventjes één keer wisselen. Gewoon voor de speelminuten. Even kijken wie. Pellegrini. Tagliafico mag voor mij ook spelen. Die maakt ook zijn Champions League debuut bij Juventus. Oké, de wedstrijd is afgelopen. We hebben 0-3 gewonnen. Let's go. En ja, de eerste ronde tegen Hoffenheim is dus erg goed gegaan. Ik heb wel wat kritiek. De eerste helft ging het eigenlijk verkeerd. Toen hadden meer bal bezit, geen schoot. Maar de eerste helft ging niet zo lekker. Dus dat baal ik van. Maar voor de rest, de tweede helft ging uitstekend. We hebben goed gespeeld. 0-3 overwinning. Dus we mogen niet klagen. Prima. Oké, de wedstrijd tegen Frosinone gaan we simuleren met het wisselteam. Dus, dan moeten we dus deze nog simuleren tegen Bologna en tegen Frosinone. En dan volgende wedstrijd is het dus tegen... voor de aflevering is het dus tegen Hoffenheim weer. De tweede leg. Ik ben benieuwd hoeveel likes we kunnen halen op deze aflevering. Ik ga deze wedstrijd nog simuleren. We winnen met 1-0. Martinez met het doelpunt. En ja, dat is prima. Ik ga nog even trainingen. Calabria bijna 85. Wat speelde hij een goede wedstrijd, zeg. Wat speelde hij een goede wedstrijd tegen Hoffenheim. De enige die echt, samen met Mané, die echt opvielen. Die echt uitstekend waren. Heel de wedstrijd door. En dat is natuurlijk mooi om te zien. We staan tweede met 2 punten achter Internationale. En Torino heeft dus een wedstrijd minder gespeeld. Dus bereken even dat hij gewoon de wedstrijd wint. En dus ook boven ons staat. Ronaldo is blij. Hij wil spelen bedoel ik. Nou, hij gaat spelen. Of deze wordt met het baasteam gespeeld. Ik wil ze allebei evenveel speeltijd ongeveer geven in de competitie nu. Dus, simulatie tegen Bologna uit. Hopelijk kunnen we gewoon winnen. Ik ga hem gewoon weer skippen. En het antwoord is 0-2 overwinning. Ronaldo en Sadio Mané, de man in vorm. En dat is dus helemaal uitstekend. En voor de volgende aflevering gaan we spelen. De tweede leg tegen Hoffenheim. Nog wat simulatiewedstrijd in de Serie A. En kijken wie onze volgende tegenstander is. Dus laat er eens die like achter. Abonneer zeker als je nieuw bent. En dan zie ik u de volgende keer bij een nieuwe video. Later mensen.